Hallo allemaal. In Hoop Succes gaat het over energie en beweging. En als we dan gaan kijken ja, hoe we dingen in beweging kunnen brengen, dan hebben we dus energie nodig. Dan verrichten we arbeid, zoals we dat in de natuur kunnen noemen. Arbeid moet je puur natuurkundig bekijken als dat je energie gebruikt om eigenlijk iets te verplaatsen. En dat je dus een kracht uitoefent waardoor iets gaat bewegen in een richting of van beweging verandert in die richting. En de formule die we daarvoor gebruiken is W van work, arbeid, is kracht keer verplaatsing. En omdat kracht en verplaatsing eigenlijk allebei vectoren zijn, dus weet je wel, dingen die pijltjes, dus het heeft een lengte en een richting, zou je dit eigenlijk dus kunnen schrijven als W is vector F keer vector S. En het mooie is dat het... Die punt, dat staat bij vectoren eigenlijk voor het inproduct. Dat heb je misschien nog niet gehad, maar misschien krijg je het later te horen. En inproduct is ook heel mooi, want er komt dus gewoon een getal uit. Dus W is geen vector, is gewoon een getal. En heeft te maken met de richting van die vectoren. Dus als je gaat kijken naar vectoren, ja, dan kunnen ze in dezelfde richting staan. Tegenover elkaar, loodrecht, uiteraard ook daartussenin. Daar gaan we zo even naar kijken. En als we het dan over work hebben, de hoeveelheid arbeid die verricht wordt, dan is die positief als ze allebei in dezelfde richting staan. Negatief als ze in verschillende richtingen staan, tegenover elkaar bedoel ik. En nul als ze loodrecht op elkaar staan. Dus als je iets in die richting verplaatst, terwijl je zo'n kracht uitoefent, dan ben je feitelijk geen arbeid aan het verrichten. Het kan energie kosten, hè, dat is het punt niet, maar natuurkundig gezien verricht je daar geen arbeid. Dus die kracht die moet in ieder geval gedeeltelijk in dezelfde richting zijn als de verplaatsing. Nou, als we dan uitrekenen wat de arbeid hier is, je hoeft dus alleen maar te vermenigvuldigen en dan rekening te houden met de richtingen. Dus bij deze eerste situatie, dezelfde richting, krijg je gewoon 10 keer 1,5. Dus de arbeid is 15 newton meter. Hier is de arbeid 0. En hier 10 keer 1,5, nog steeds 15, maar omdat ze in verschillende richtingen zijn, zeg ik dat hier de arbeid negatief is. Dus hier is die min 15 newton meter. Nou, over het algemeen staan ze niet heel mooi in dezelfde richting of loodrecht op elkaar of wat dan ook. Staan ze schuin. Zoals bijvoorbeeld bij het ja, voorbeeld dat ik hier even op het bord heb staan. Een bal die op een helling rolt. Helling op of helling af. Daar kunnen we nog zo even naar gaan kijken. Ik heb even een massa van 1 kilogram genomen. Dat werkt verder niks anders op dan zwaartekracht. Dus even geen rolweerstand of zo. Hou dat wat simpeler. De zwaartekracht. Dus je weet, de kracht die recht naar beneden staat, dat is m keer g. Dus 1 kilogram keer 9,81. Dus dat is 9,81 newtonmeter. Sorry, newton natuurlijk. Newton. Zo. Maar die 9,81 die staat dus recht naar beneden. Dus we moeten dan weer kijken, wat is de evenwijdige component? Dus evenwijdig met de helling. En dan ga je dus vermenigvuldigen met de cosinus van 35 graden. Dus om te kijken wat die normaalkracht is, weet je wel, die staat zo. Dan ga je kijken wat de fz loodrecht is en dan pak je de sinus. Die hebben we nu niet nodig, want die staat dus in de verkeerde richting. We willen dus de component hebben evenwijdig met de richting. Dus wat we gaan doen is, we gaan die 9,81 vermenigvuldigen met de cosinus van 35 graden. En dan zul je vinden dat dus fz evenwijdig is fz keer de cosinus van alfa van die hoek. En dat is dan 8,00 newton. Dus een groot deel van de kracht staat langs de helling naar beneden. Als ik nou ga kijken als die bal de helling oprol, terwijl een kracht naar beneden staat, een zwaartekracht, dan heb ik dus tegenovergestelde situatie, heb ik negatieve arbeid. Rolt die bal naar beneden, dan heb ik positieve arbeid. Nou, hoeveel die arbeid dan is, heeft dus te maken met die kracht. Wat ik nou het beste kan doen, is dat ik een richting zeg van nou, omhoog is bijvoorbeeld plus. Ja? Dan weet ik dus, hé, wacht even, die kracht die staat langzaam naar beneden. Dus in mijn berekening van arbeid wordt die kracht negatief. Dus de arbeid is dus die fz, zeg maar, evenwijdig met de helling en met de verplaatsing dus ook, keer s. Oftewel, die is dan dus min 8,00 keer, ja, als die de helling opgaat, 50 centimeter, dat is dus een kwart meter in positieve richting. Dus keer 0,25. Oftewel min 2,00 newton meter. Als die de helling afgaat,
Dan hebben we dus een arbeid, nog steeds fz evenwijdig maal de verplaatsing. Die is dus nog steeds min 8,00, want hij staat naar beneden. Maar de verplaatsing is ook naar beneden, dus die is min 0,25. En ik krijg dus dan 2,00 newtonmeter. Is de arbeid dus positief. Dus wat we eigenlijk zeggen, de zwaartekracht verricht hier positieve arbeid en hier verricht de zwaartekracht negatieve arbeid. We hebben het er altijd over dat de kracht de arbeid verricht. Ook als jij met je spieren iets doet, dan zou je zeggen, jij verricht die arbeid. Nou, dan zeggen we natuurlijk liever, de spierkracht verricht die arbeid. Nou, je moet dus rekening houden met de hoek tussen die twee vectoren in feite. En nou, goed, dat komen we dan straks in hoofdstuk 6 ook nog tegen. Dit is niet heel erg moeilijk, denk ik. Je moet gewoon eventjes kijken naar die richtingen, daar rekening mee houden. En die drie opgaven zou je dan zonder problemen moeten kunnen maken. Ja? Ik zie jullie in de les.